Ik ga de booster pakken en ik ga de hort op. En ik neem jullie mee. Want ik laat mijn haar. Ik heb gisteren mijn haar gewassen en gekleurd en gedaan. Maar ik wil het weer even geknipt hebben. Ja. Maar ja, degene die het gaat doen, die wil er niet op. Dus ja, dan doen we het toch even zo. Ja, want deze is er niet. Nee, die is niet aanwezig. Maar dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, vanzelf. Dus ik laat het straks wel weer zien. Goedemorgen lieve vrienden, ja en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel, want daar zijn jullie nu weer bij aanbeland. Het is vandaag de 20ste van de 12e 2022 en we leven om, en toen sloegen mijn ogen een beetje raar, 11:34. Ik ben niet helemaal in orde, maar dat boeit niet. Nee, ik ben meestal een keer knallende hoofdpijn, maar we moeten toch weer door. Erwin, mijn begeleider, die komt om 13 uur, 1 uur dus. Ik moet Kandalfie zo meteen eten geven, die is nog hier. Rijka zit als gewoonlijk weer in de, voor het keukenraam. Met de kont op de vensterbank en de voorpoot op de kachel. Nou, ja, dat niet heet is, hè. Maar ja, dan gaat ze dit doen met de pootjes. Elwing ligt achter me op de bank. Helemaal goed, helemaal geweldig. Het is grijs, het is grauw, het is triest. Het waait als een raket. Maar het is niet zo koud meer dan het vorige week was. Het vriest niet meer. Ik meen dat het 12 graden is, maar de gevoelstemperaturen meen ik van 5. Ja, ik heb een klein beetje kerstverlichting aan, omdat het roetje donker is in huis. Niet de kerstboom hoor, dat vind ik een beetje te veel voor het goede. Ik bedoel, het is overdag. En dat doe ik wel met de kerst, maar het is nog geen kerst, nee. Die takken boven de eettafel branden, dat brandt. En als ik dat aan doe, ja, dan gaat ook die andere verlichting in de krans mee. Maar ja, maakt niet uit. Dat zit allemaal bij elkaar in één en hetzelfde. Dus knopje omhalen en dat gaat allemaal aan. En ja, wij gaan vandaag gewoon proberen verder te genieten van de dingen die ik ga doen. En ja, wat ik ga doen, dat weet ik zelf nog niet. Ik hoop enkel dat dat overgaat. En ik moet ook een vlog in elkaar zien te zetten. Ook dat moet weer gedaan worden. Dat is logisch, hè? Ja. Want ja, eigenlijk wil je dat met de feestdagen niet aan het werk. Maar dat zal wel moeten, denk ik. Dat ik aan het werk moet. Ik zal eens even kijken. YouTube. Oh. Komt dat kring weer? Bing. Ik heb... Ik wil geen Bing. Ja, dan ben ik even door de war, door dat Bing-geval. YouTube Studio. Dan moet ik naar content. Ja, er staan er nou nog twee open. Dus vanmiddag komt er één online en dan blijft er maar weer één over, hè. Ja, eigenlijk moet ik er meer zien te maken op één dag. Ja, ik heb van de week 2 gemaakt, maar ik heb ook voor die week ervoor niks gedaan, weet je. Ja, ik moet proberen weer een hele rits te krijgen. Maar ja, je krijgt zoveel dingen tussendoor, ook dat je er niet aan toe komt. Maar ja, oké. Okay. Ja? Ik ben gek, geloof ik. Ja? Wat is er? Wat is er dan? Wat is er dan? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Nou, kom dan. Kom maar. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Zo. Hé? Mijn kereltje. Mwah. Hij is ook zo lief, hè. Ja. En gisteren heb ik een beloofde gegeven, hè? Ja. Maar dat was hier in de woonkamer, dus ik hoefde niet te zoeken.
Dus gelijk opgeruimd en alles. Maar ja, dan kun je zien wat er evengoed nog uit zo'n klein beestje kan komen. Jeetje, Mina. Maar oké, maakt niet uit. Dat was gisteravond. We zijn op een nieuwe dag aanbeland. En we gaan er gewoon weer voor. Ondanks dat ik stralende hoofdpijn heb en er misselijk van ben. Ik ga de kou zo meteen in. Ik ga eerst kandelaf eten geven. Dan ga ik me klaarmaken om te lopen met de meisjes. En dan zien we wel weer. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie allemaal moeten doen of willen doen of gaan doen. Maar geniet ook zeker weer met ons mee. Ja, daar waren we weer even. We zijn net weer thuis. We gaan het lopen, hè? Ja, nou. Ja, hè. Zo, kom dan. 1, 2. Hoppata. Oeh, jij bent lief. Jij bent een schatje. Draai eens netjes om. Nooit met de rug naar de mensen toe zitten. Zo. Zet me toch allemaal. We zijn weer thuis, hè? Ja, en ik loop dus altijd over twee bruggen heen. Eentje die eigenlijk omhoog kan, maar gaat nooit open. En dan één die niet open kan. En dat is bij de kerk. En daar zijn ze wel mee bezig, want die is gedeeltelijk afgezet. En waarom? Heb ik ook gevraagd. Waarom wat ze aan het doen waren. Aan het bemeten hoe sterk de brug nog is. Omdat die natuurlijk al oud is. Ja, en dan moet dat even gemeten worden. En is die niet steviger meer? Ja, dan zal er toch al wat aan veranderd moeten worden. Hè? Dat die weer wel stevig wordt. Dus ja, hoe en wat, ik weet het niet. Maar dat is afwachten. Ja, we merken het wel, zouden we dan zo zeggen. Hè? Ja, boepie! Dat zie je allemaal. En daar was mijn water van de koffie. Dus je gaat er even vanaf. Dank u wel. En ik neem jullie even mee. Hoepelepee. Ja. Even koffie. Want ik ben wel aan toe. Zo, even er water op doen. Voilà. Zo, nou een lekker bakje koffie. Zo. Hé, ja nou, koffie. Nou, jullie hebben watertje. Hier. En ik heb watertje met een kleurtje. Moet jij alweer naar buiten? Je weet ook niet wat je wilt. Jij ook. Nou ja, oké. Dat is vies water. Er stond maar een lading water in die witte bak. En ja, die stond echt aan de rand te vol. Die heb ik dus scheef gehouden en een heleboel eruit gekieperd. Ja, en nou ligt daar dus water, hè. Ja, ik kon hem niet eens, ik kan hem trouwens niet optillen, hij is mij te zwaar. Ook door al dat vocht dat in die aarde zit. Nou ja, die aardbeienplantjes die zijn verdronken. Maar ja, komt wel weer bij, hoor. En dus, maar ja, oké, lieve vrienden. Ja, ik ga... jullie weer even verlaten en ik ga even met de computer bezig. Ja, even aan het werk. Moet ook gebeuren, hè? En ik kan nog wat doen voordat het 1 uur is. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ze. En? Ja, jullie weten het al. Geniet met ons mee. Zo, lieve vrienden. Ja, daar ben ik weer even. Erwin die is al lang alweer weg. En dat Erwin er nog was, toen zag ik dat Karin weer haar locatie door had gespeeld naar mij. Dus die is weer onderweg, ja. Want die gaat weer lekker aan het werk vanavond. En dan heeft ze ook gelijk wat afleiding, doet er goed. Ja, dus het komt helemaal goed. En dan zie ik er ook weer. Helemaal leuk, helemaal aardig, helemaal fijn, helemaal top, ja. En wat gaan wij doen? Ik zal dat nou sluiten. En oh, er is weer een berichtje binnen van wie? Oké. Maar ja, dat klopt. En Kandalf die jankt. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Wat gaan we doen? Ik heb ook de vlog tot zover klaar. Het gaat dus over de lichtjes tour.
uit Zeewolde. En dat ik natuurlijk Enzo Knol heb gezien. Ja, en niet alleen gezien, maar ik heb Paul tegen de maan gestaan. Ja, ik had een arm van hem om mij heen. Dus die vlog gaan we vandaag in elkaar zetten. Ik heb hem tot zover klaarstaan. Ik moet nog beginnen en al. Maar wat gaan we eerst doen? Ik ga de booster pakken en ik ga de hort op. En ik neem jullie mee. Want ik laat mijn haar. Ik heb gisteren mijn haar gewassen en gekleurd en gedaan. Maar ik wil het weer even geknipt hebben. Ja, het wordt mijn man weer al wat te lang. Dus even de schaar er weer in. En dat is iets wat ik zelf niet kan. Dus dat laten we even doen. En ik moet nog even naar de zomer toe. Dus ja, komt allemaal goed, lieve vrienden. Dus ja, ik neem jullie even gewoon gezellig mee. Ja, toch? Gaan we gewoon doen. Dus ik zeg, geniet met mij mee. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zit ik weer. En zoals jullie zien, zit ik bij de kapper. Ja, en ik had het verteld dat ik er naartoe zou gaan om even te knippen. Maar ja, degene die het gaat doen, die wil er niet op. Dus ja, dan doen we het toch even zo. Ja, want deze is er niet. Nee, die is niet aanwezig. Maar dat komt helemaal goed. Ik zou zeggen, vanzelf. Dus ik laat het straks wel weer zien als het klaar is. Dus zeg het, tot dan. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, en ik ben er weer blij mee. Lekker weer korter gemaakt. Ja, die kapster die wil normaal gesproken wel op de vlog, maar het kan door privéomstandigheden, kan het even niet. En hoe lang dat even is, weet ik niet. Nee, het kan lang duren, het kan kort duren, dat weten we niet. Ja, dus het was wel een andere dan Daisy, maar maakt allemaal niet uit. Ik ga er verder niet over uitweiden, we moeten dan gewoon eventjes erom denken. Maar ze heeft het wel goed gedaan, dacht ik. Weer lekker opgeknipt en alles. En mijn nekje weer was te schoren. Dus ja, helemaal weer blij mee. En ja, het moest toch wel weer even gedaan worden voor de kerstdagen. Ook heb een kerstkaart weer gekregen. Ja, in de groene envelop. Ik had ook al gezien van wie die kwam. Maar ik denk dat komt later wel, want ik moest eerst weg. Nou, dit is de kaart. Leuk, hè? Ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Nou, en dan gaan we hem open doen. En dan staat erin, afzender Willemien en Katie. Dankjewel, lieve schat. Helemaal geweldig. Die gaan we ophangen en dat ga ik gelijk even doen. Want ja, ik heb nog meer te laten zien, maar ik ga hem eerst even ophangen. Ja, mijn meisjes. Kijk, deze twee, die moeten weer omhoog, want ik had het verkeerd gedaan. Dan moet het knijpertje daar weer naartoe. Hop, daar eroverheen. Je moet, oh, mijn volk valt, dat moet maar niet. Wel erbij blijven, hè? Joh, moet hij los. Envelop erbij. Ah, kandofje. Alsjeblieft, wees lief. Zo. En dan kan. Die moet ook naar boven toe. Ah, ik vind dat een hele mooie kaart. Tot nu toe de mooiste kaart die ik heb. Ja. Nou, 1, 2, 3, 5. Ik heb 5 kaarten. 5 kaarten binnen. Zo, voilà. En dan heb ik dus nog meer, maar ik laat jullie even zo staan. Even de tas erbij. Dan 1, 2. En dan is het ook bij zonnebril er even uit voordat die kapot gaat. Die moet hier ook. En dan komt die even dichterbij. Ja, en ik kwam erachter dat de verlichting van mijn kerstboompje die ik op de booster heb, ga jij zo ver weg met die neus. Mag dat? Foei! Wat wou ik nog zeggen? De kerstverlichting in mijn kerstboompje, die heeft gezegd van doe het zelf maar. Maar heeft het heel lang gedaan,
Want ik had een kerstboompje al, voordat mijn mannetje kwam te overlijden. Ja. Dus, nou ja, zeg maar meer dan 6 jaar. Ja. Dus ik heb even 2 nieuwe verlichting gehaald. Dat zijn mijn handschoenen. 2 stuks. Dit is in principe voor in een fles, wordt er gezegd. Maar ja, wat in een fles kan, kan ook in een boompje. En dan heb ik deze. Ja. En ik heb nog weer een nieuw flesje parfum gehaald. Hij is helemaal koud. Zo dan. Beslaat helemaal. Maar ja, in ieder geval hetzelfde wat ik nou ook op heb. En die koop je gewoon, dat is luft. Luft. Ja, Karen die vindt het lekker ruiken als ik het op heb. Nou, en ik heb het lekkers gekocht. Dat is filet américain speciaal. Normaal 2,89, dus dat is duur. Maar nu voor 1,99. Ik denk, Pekin, het is winter. Voilà, daar heb ik gewoon zin in. En ik neem zometeen lekker snert. En natuurlijk neem ik daar een broodje bij. En ik heb een biertje gehaald, of ik dat vanavond drink, dat weet ik niet. En die batterijen die kennen weg. Dat zat in dat bakje van die lichtjes van mijn kerstverlichting. Want ik denk, ja, batterijen zijn leeg. Maar ja, nieuwe batterijen erin en dat deed het nog niet. Dus ja, dan ligt het hem toch wel aan het draadje. En een bounty. Dus ja, en ik heb nog wat. Ja. En dat is deze doos. Ja, dat is het eind. En dan gaan we naar beneden. En dat is het begin. Wat zit daarin? Ja, wat zit daarin? Dan gaan we dus ook straks naar kijken. En kijken of hij doet, uiteraard. En dan zullen we het beleven. Ik zal eerst een schaar pakken. En dan knip ik eerst het plakbandje even open. Elwing, zo de hannes op. Elwing, zo de hannes op. Is niks voor jou. Nee. Is niks voor jullie. Zo, zo. Nee, dat kan beter. Dat is de bovenkant volgens mij. Even omdraaien. Ja, ik moet hem toch daar eruit halen. Ga eens fietsen stelen jullie. Hallo, hallo. Ja. Dat is de beschrijving. Ja. Heb ik hier ook een dingetje wat je in de aarde kan doen. Maar ik vind dat een beetje link. Dat is, hij is te wijd voor dat stangetje. Ja, nou ik zeg, leg hem even daar neer. Even kijken. Er zit een tie-rip omheen. Nou weet je, ik moet het morgen bekijken. Want dat. Het is mij nou te donker eigenlijk. Ik zie het niet. Ik doe dit morgen gewoon en anders vanavond in de keuken. Maar ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dus ik verhuis dit project naar morgen. En dan haal ik jullie er natuurlijk ook bij, hè? Zeker te weten. Maar ik ga hem er gelijk op een andere manier erin doen, denk ik. Ja. Ik vind wel, ja. Ik denk dat ik hem wel heel erg leuk ga vinden.
Ja. Maar ja, hij kan buiten worden gezegd. Maar ik vind dit te wijd voor dat stokje hier. Hij gaat alle kanten op. Je kunt gewoon roeren. Ja. En ik kan ook, nou ja, we merken het wel. We zullen het wel beleven. Maar kan het niet een beetje snel? Want het leven duurt maar even. Gaat eerst die erin. Mijn arm is niet langer. Huppedubbedub. Huppedubbedub. Huppedubbedubbedub. Hij zit er toch weer in. Op dezelfde manier. Nou, dan gaat deze hier staan. En dat vinden we morgen wel. Hier heb ik het boekje wat erbij hoort. Nou, die leg ik gewoon hier neer. En dat gaan we morgen eens even bekijken hoe en wat. Ja, dus. En ook heb ik, als het goed is, morgen met project Booster in huis halen. En dan daarmee aan de gang. Dus ik wil het gewoon hebben dat het met de kerstdag allemaal netjes en klaar is. Voilà. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van je namiddag, want dat is het nog. Het is 16 minuten over 5. Dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, geniet en geniet. Gewoon weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken dat we naar bedje toe gaan. Het is al lang al tijd hoor. Ja, want ik ben bek af. Ik heb al op de bank gelegen. Maar ja, die vlog moest ook af. Dus vandaar dat ik heb een pauze genomen. Ik ben op de bank gedoken en ik denk, bekijk het allemaal maar. Dan maar wat later klaar. Maar ik ga eerst nou eventjes rust nemen en mijn oogjes sluiten. Ja, dat vandaar. Hij is nou aan het uploaden op YouTube. En hij staat op 39%. Hij bekijkt het maar. Ik ga naar mijn bed, ik laat de computer gewoon lopen en toeliedokies. Het scherm gaat wel uit, want het is inmiddels alweer 2:34 in de nacht. Dus ja, hoogste tijd om mijn bedje op te zoeken. Ja, en de dames dus ook. Die zijn er net nog weer even buiten geweest in de tuin, dus we gaan ervoor. Ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.